Het is alweer 4 jaar geleden dat Michel Dandulk de Efteling achter zich liet om zijn carrière voort te zetten in Europa Park. Dit seizoen is het park uitgebreid met het nieuwe themadeel IJsland en de achtbaan Blue Fire. Michels grootste project tot nu toe. Ongeveer een jaar geleden zijn we begonnen met IJsland te ontwerpen. Ik heb eerst een aantal concepten gemaakt. In totaal zijn er 5 concepten gemaakt. Waar dan eruit gekomen is dat we IJsland gaan bouwen. Die wens kwam vanuit de familie. Vanuit de familie Mak. En al met al zijn we iets minder dan een jaar bezig geweest om dit hele nieuwe themadeel in Europa Park uit de grond te stampen. Het parkdeel is met aandacht gethematiseerd. De winkels en de restaurantjes zijn opgetrokken in een typisch IJslandse stijl. Ik heb veel onderzoek gedaan naar wat is IJsland eigenlijk. De clichébeelden. In Europa Park werken altijd met clichébeelden, dus in IJsland natuurlijk ook. En daaruit zijn natuurlijk een aantal dingen naar voren gekomen, zoals het werken met golfplaten op de daken en ook op de gevels van de gebouwen. De hele vaak agressieve natuurelementen die je in IJsland terugvindt, zoals veel gras, heide en rotspartijen. En die heb ik uiteindelijk geprobeerd samen te voegen in een 4 hectare stukje Europapark. Waarbij ik eerst ben gaan schetsen, tekeningen maken van de huizen. Blue Fire staat niet op zichzelf. Het verhaal achter de attractie is verweven met het themagebied eromheen. In het IJslandse dorpje ligt een groot magazijn. In ieder dorp is natuurlijk ook werkgelegenheid, dus daar ligt een groot magazijn. Maar achter dat magazijn is een bijzonder instituut dat zich bezighoudt met een nieuwe energievorm, een hele krachtige energiebron. En de bezoeker die Blue Fire rijdt, ontdekt dus dit onderzoekscentrum achter de deuren van het gewone magazijn. Het is een vrij korte dark ride, die ook nog niet helemaal klaar is op dit moment dat we dit interview doen. Maar uiteindelijk gaat het erom die nieuwe energievorm te vinden, dan ook op te vangen in bepaalde machines. Maar hij blijkt zo krachtig te zijn dat het helemaal fout gaat en daar gaan we. In Blue Fire worden bezoekers in 3 seconden afgeschoten naar een snelheid van 100 km per uur. Blue Fire is 40 meter hoog en het is de eerste achtbaan in Europa Park die over de kop gaat. De uitdaging lag hem in het feit dat je natuurlijk een bepaald budget hebt. En met dat budget moet je die hele 4 hectare volplannen. En ik heb geprobeerd om bijvoorbeeld met de rotspartijen ze zo te plaatsen dat ze een effect hebben tijdens de rit. Je gaat de horseshoe in en na de horseshoe val je een lange tunnel in. Het wordt dus even donker. Daarna gelijk in de looping, dus vanuit het donker weer in het licht. Dan is er nog een andere tunnel die ook op een moment komt als de trein weer snelheid wint. En daarnaast natuurlijk in de dark ride proberen op het eind de spanning zodanig op te bouwen met effecten, met muziek, met geluid. Dat ernaast het feit dat mensen sowieso een beetje nerveus zijn voor wat er gaat gebeuren, dat die spanning nog een beetje extra wordt opgebouwd. Tot nu toe bestaat IJsland uit 1 straatje en een attractie. Maar daar zal het de komende jaren niet bij blijven. We gaan IJsland zeker nog wat uitbreiden. Klaar is het niet. Dit is als het ware de eerste fase van IJsland. Er komt nog een volgende fase aan. En daarna zullen er zeker nog updates komen, kleine veranderingen. Dus het is iets wat nu niet klaar is. Het is iets in beweging. En daarnaast hebben we naast IJsland nog een aantal hectare over, waar we daarna verder zullen gaan met andere attracties.